Agoeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep met optredens van Sjoerdersa, Blanco, vernoemd naar Greta en om te denken van De Tocht. Allee vanzelfs, hadden van hem wie nog niet zo makkelijk was. Dobrust mijn moeder, was of het niet wie de laatste naïvendament. En eerst woe ik draven, maar werd ik een keer. Doe kiest mij, want doe zegs de pine, doe zegs de angst. Wattelen ziet in mij. En als u zeggen moet je, dan slacht de vonglik oer. En ik wil vuur mij rij. Hele dagen vuur mij rij. Ja, ik wil vuur. Ja, wat een begin van Noorderwien, de man van Sjoerd en Sa. Nieuw album uit, prachtig project, maar al je meesten, artiesten uit Friesland die er om mij werken gaan. Goed, daar praten we straks nog wel even over. We gaan eerst even naar een opmerkelijk optreden, want dat weet ik nou al. Tijdens het prachtige festival in Oranjewoord. Het Oranjewoord Festival, je weet het, dat is klassiek en alles wat er omheen hangt. En in ieder geval zeg ik op een poster staan, Jaap Mulder en zijn nieuwe band.
En ik denk, hé, daar moet ik één wat meer van weten. Want ik vind een fantastische muzikant, mij een verhaal. En ik denk, wij moeten eens even praten. Ja, mooi, dat is de best. En dan ga ik een beetje oefenen op de nieuwe bandname. Heere Kati, is het dan goed? Dat is geweldig. Ja, Heere Kati. Ja, meer is niet. Dus het is dit weekend op het Oranje Voort Festival. Maak het als een beetje start van die nieuwe band, of net? Ja, deze hele maand is een soort startmaand. Maar het is sowieso een prachtig festival. Hoog niveau, klassiek. En het is een voorrecht om daar te mogen staan. En het voelt zeker wel eens als een hele serieuze aftrap van een nieuw begin. Ja, we kennen het natuurlijk van Die Goyim. Best intussen Trochingen. En eerst maar even naar deze band. Waar is dit een nam eigenlijk voor? Nou, dat is de schuld van mijn overgrootmoeder. Mijn overgrootmoeder die ging dood toen ik 6 was. En uit de boedel kon mijn vader nog een oude grammofoon met dat platen redden. En die werd bij ons op de kinderkamer gezet. En er zat een plaatje bij en dat heb ik echt helemaal grijs gedraaid. En ik herinner me op een gegeven moment van, dat heette Heere Kati was dat. En ik weet nog wel, de laatste keer dat ik het plaatje draaide, het waren van die ijzeren naalden, weet je wel. En alle naalden waren op. Maar ik was wel handig, dus ik draaide er gewoon een spijker in. Het heeft zo mooi geklonken die laatste keer. Maar het was inderdaad ook meteen de laatste keer. Maar dat herinner ik mij. En het was een nummer van een Hongaars-Joodse componist. Hubai. Een beetje in zigeunerstijl geschreven nummer. En dat is me altijd bijgebleven. En dat is voor mij voor het begin dat mijn zoektocht een beetje naar Oost-Europese muziek is. Ja, daar is die vonk ontsprongen, zeg maar. Ja. Nou, en nooit werd doofd. Nee. En het mooie is, het is ongelooflijk, maar uit de nalatenschap van mijn grootouders kwam een plaatje, dat was een minder oud plaatje, uit jaren 50. Met de ene kant stond Heere Kati. En aan de andere kant stond Bessarabianka. En dat is het eerste Jiddisch nummer wat ik ooit voor de band heb geschreven, of heb opgeschreven. Dus dan kwam op het ene plaatje uit mijn familiearchieven die twee nummers. Ik denk, ja, maar dat is helemaal de samenvatting van wat mijn muzikaal leven betekent eigenlijk. Ja, nou, en dat is inmiddels een heel muzikaal leven. Kijk, die vertel me, de knippers te pikken met regen en best zien al een jaren verder. Wat is van die gevoel op dit stuit? Als muzikant, als createur, om het zo maar zo te drukken. Nou, we hebben een try-out gedaan in Gouda. En dat was voor mij natuurlijk wel even het hol van de leeuw. Want ik heb er 30 jaar gespeeld. Ik heb bijna elk jaar in de Goudse Schouwburg gestaan met die Goyim of met mijn zonen. En ik kom er met iets nieuws. Dus, en de zaak zat vol. En die zat allemaal te wachten. Nou, eens kijken wat meneer Mulder nou weer... dat ontplofte. Dat was zo'n enthousiasme. Dus ik heb voor mezelf het gevoel... Ik neem een andere... Ik ga andere dingen spelen. Wel in dezelfde stijl, maar ik ga toch een andere afslag nemen die meer te maken heeft met mijn familiegeschiedenis. En ik voel dat ik aan een nieuw begin sta. En ze waren die optredens ook. We hebben nu 2 optredens gedaan. En het is echt zo van, wauw. Het vonkt weer, het knalt weer. Ja. Wie zijn we? We, dat zijn een hele goede accordeonist, afgestudeerd Haagse Conservatorium, Albert Prast. Het is Balder ten Katen, een zeer bijzondere, gemultitalenteerde professor mathematica uit Amerika. Die speelt cymbaal en ook nog tegen andere instrumenten. Dat is mij in de overtreffende trap bijna. Dan hebben we René Gossen, gepokt en gemazeld in de balkanmuziek als slagwerker. En mijn oude compaan Seert Nauta. Die heb ik gevraagd of hij mee wil doen op de bas. En heeft ook gitaar en andere dingen die hij doet. En mijn persoontje. Dus we zijn met z'n vijven. En hoe haast dat organisatorisch eigenlijk? Want doe wel eens in Frankrijk? Nou, we leven in een tijd, Willem, waarin... Dus alles via internet? De telefoon vervangen is door internet. Ja, nee, maar dat... Kijk, we hebben ook heel veel... Kijk, we hebben ons een beetje al 2 jaar gehad nadat ik gestopt ben met die Goyim. En we hebben niet stilgezeten. Dus we hebben heel veel ontmoetingen ook gehad. Ik heb al 20 mensen ontmoet met een idee van, ik wil iets anders beginnen. En daar is dit groepje, zeg maar, van overgebleven. Ja. Want ik had wel heel duidelijk het gevoel, ik moet iets anders gaan doen. Want anders wordt de rest van mijn leven nog vergeleken. Of worden parallellen getrokken. En dat wil ik niet. Ik ga met iets relatief nieuws. Voor mezelf ook heel fijn. Want ik duik nu veel meer in de zigeunermuziek. En via die overgrootmoeder, haar vader was circusdirecteur. En haar broer was circusmuzikant. En de hele familie daarvoor, er waren woonwagenbewoners. Ik denk van, hé. En dat heb ik recent ontdekt. En ik voel me wel daar heel kosher bij, om maar een goed Jiddisch woord te gebruiken. Ja, prachtig woord. Nee, want ik ken je een beetje. En je bent een man van contact. Meestal in eigen zin. Ik denk, ja, dat internet is wel hartstikke leuk. Maar volgens mij ben je wel in, als je een groep samenstellen wordt. En er wordt daar iets mee opbouwen, muzikaal. Ja, dan mag je al in een hok zitten. Ja, en op dus, oorrijdje, ja. Oorzien en beleven. Kijk, dat hoefde ik met Seert niet zoveel te doen. Want het is 40 jaar
ervaring. Maar met de rest? Maar de rest, en daar hebben we ook een beetje gejamd. We hebben samen gegeten. Dus dan proef je elkaar al een beetje. Maar het is toch zo, Willem, als je op het podium staat, daar gebeurt het. En dan is het one for all, all for one. En dan weet je in één keer wat je aan je mensen hebt. Ik ben in Frankrijk nu ook een groep begonnen. Garde Lest heet dat. Met professionele, te gekke muzici. En we hebben gerepeteerd. En er zit een man aan een accordeon met handschoentjes. Ik denk, wat is dat voor een aparte gozer? Die heeft één keer het nummer gehoord. En we hebben daar in een uurtje bijna een half programma bij elkaar gespeeld. En dan denk je, wauw, dat nieuwe ontmoeting, een nieuwe... Ja, het leven gaat door. En als ik dan zie naar mijn grote voorbeeld, Jorre Veitman, die zondagmiddag ook op Oranje Woud staat. 87. Nou, dan blijf ik nog wel even door het bos rennen. Want dat wil ik ook. Jo, hou nog wel even, meneer Mulder. Tocht ik wel. Ja, toch? Ja. Ja, helemaal goed. Ik vind het fantastisch dat je los bent. Bist vol viewer, ik zit er in regen. Dat doet mij goed, als muziekliefhebber. Kom vooral met de groep, ik ben naar de studio. Maar dat komt naar de Cimbalwolles even. Maar in Frankrijk actief, hier actief. Ja. Dan ben je weer helemaal los dus. Ja, zo voelt het wel. Ja. Ja. Heere Kati, hoe schroest het? Nou, zou je het zeggen. Heere Kati, H-E-J-R-E-K-A-T-E. En dat betekent mooie Kati. En dat vinden het Zeert en ik allebei een hele mooie titel. Succes. Dankjewel. Tot de volgende keer. Goed, Jaap Mulder. Hij is wel los. En dat vond ik echt wel reden genoeg om hem u te noegen. Afhankelijk van wanneer u dit programma sjoggen. Hij speelt dus op het Oranje Voort Festival. Maar ik beloof je hem, hij zal je vaker in de buurt wijzen. En ik hoop dus ik in de studio. We gaan naar een man die een geweldige band had. Komt van Boetende provincie, Volendam om correct te wijzen. Had ooit in de 3A's zitten. Maar ze werkt had zijn eigen band. En daarom neemt hij zichzelf net meer 3A's. Maar gewoon Blanco live in Noordwijn. To show your face, you can't wait to get out. Gotta get to where it's going down. We're all just a bag of bones, some more than most. I'm just stating the facts of life. She said, no ways of the world never cross my path. I got my friends and my record, so it's fine like that. You keep your head up high and your mind. You're a lover, not a fighter, and you got me right. What's the use in learning to fly if you really don't like the sky? Life is like a Ferris wheel, one man's up is another man's down. The roof came off and the cold wind blows. We're only stones, and the light gets you through the bullet holes. She said, no ways of the world never cross my path. I got my friends and my record, so it's fine like that. But you keep your head up high and your mind alight. You're a lover, not a fighter, and you got damn right. No, it's cool, don't be a fool. You gotta trust your guts to make the rules. Just drop the frown and go to town. We'll find a way to fill these crazy days. But guess what she said, no to me? She said, the ways of the world never cross my path. I got my friends and my record, so it's fine like that. You keep your head up high and your mind alight. You're a lover, not a fighter, and you goddamn right. She said, no ways of the world never cross my path. I got my friends and my record, so it's fine like that. But you keep your head up high and your mind alight. You're a lover, not a fighter, and you goddamn right. Thank you.
Nieuw album komt dus uit van Blanco, oftewel Jan de Witte. Komt uit Volendam en we hebben graag te gast. Ooit, maar dat vind ik ook wel aardig. Hier waren ze eerste drie jaar hier in de studio. Hier nog een teaser single uit. En het is wel leuk dat de song van uiteindelijk hier met zijn eigen band staat te spelen. Hoe albums prutsen trouwens. Zet al vast in de agenda. Song juli, Dullewij. Dan wordt er een feestje viert. En net zijn we een feestje. Sjoerd en Sa presenteren dan hun nijste album. Twala trouwens, want er is al jetter een album uitkam. Wegen van het tijd. Het nieuwe album is En Sa. En dat had de Krijn, denk ik, mijn heel soort gastoptredens van oren Friese artiesten. Maar Sjoerd, dat kun je toch beter vertellen. Eerst maar even naar het album. Want waardoor er al in mij eigenlijk? Ja, waardoor er al in mij? Goeie vraag. Dat, wist het nog? Het was de bedoeling dat er een man is vier extra mij door aan zoeren. Hoeveel bent worden? Tolwe of Tretje. En ja, enkele namen die ik neem ik in. Dat is uw later broers, maar dat is Volkert Hans. Die doet zelfs ook nog even mij. Emel van Hoenekap, Jeroen Baba, Frederik de Zwetser, Ines Timmer, Adrie de Boer. Ja, en Gemma Troch, Krijn van die Twa. Het ben heel volle die mij door, ja. Maar welke idee hebben ze al die Ruud noegen? Wat is het verhaal achter die plaat? Het verhaal achter de plaat wie dat het in de coronatijd weer dat we zoiets hadden van gaf, je maakt Friesland een beetje verenigd. Je met mijn peer artiesten even een stuk of drie of vier artiesten beziek je een nummer uit te brengen onder het mom van wij wat mij en wat doen. En ja, dat begon met drie of vier. En uiteindelijk groeide dat uit dat wat het nou is. En toen nam het volle meer tijd in beslag. Maar het is wel heel mooi geworden. Ja. Is het muzikaal een heel orde plaat als wegen van het tijd of net? We zijn wel wat. We zijn als band echt een stuk sterker geworden. Een stuk. Ja, we staan wat sterker. Het had wat meer. En ja, het is in die zin. Oh, het neemt het, alle thematieken komen weer voorbij. Maar het stiet wat steviger al. Ja, ja. Ja. Zo'n jullie feestje, lullawaai. Absoluut, man. Kom minder, zeiden we dan, hè? Ja, ja toch. Ja, we dachten we door dit in één keer, sap, deze wie is ik maar zo volle meesten geerwerkje, dan maak je het goed, man. Het klinkt een beetje als een soort gala, Jan, of maak ik het zo net nemen? Nou ja, ja, dat kan wel, ja, dat kan wel wat zeggen, ja. Crazy pak. Dat denk ik wat dan zeker maar. Ja, ja. Je hoort me wel lekker zijn, hè? Maar ja. Ja, want dit jasje is prima natuurlijk. Hè? Ik ben al klaar voor zo'n. Ik ben er al op klaar. Ik ben zeer of klaar. Ja, 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 ja. Wat voor project is dit, jongens? Heel langdurig en een prototype-stack of gong het vrij vlot al? Ja, ja, nee, daarom natuurlijk de hand, hè? Sjoerd zei het al. Dus wij hebben het idee. Wat kost het vaak een heel prode studio-titel? Zeker, maar hebben we dat wel aardig snel dienst. Wij houden onze eigen studieman achter de druk. Ja, dat skilt wel, hè? Mag Leeuwen ook net vergeten, heel wat lullen van Leeuwen. Ja. Leeuwen, dankjewel. Ja. Maar nee, dat, uiteindelijk zit er hele volle teert in. Maar vooral die man hier achter mij, die had er weken in stuts. Dat is net normaal. Echt net normaal. We komen in september weer om op die plaat trouwens. Ik geef nog even een uur pakken met wat extra noemers. Dan praat ik even met mijn man van de studio. Maar eerst het feestje maar even. Want het levert duidelijk wijze. Zo'n juli, de hut maakt vol. En het wordt een galeon dus. Absoluut. Ik bedoel, er zijn wat kaarten. Het gaat redelijk rap. En het gaat nou wat gestager. Maar ik zou zeggen, je moet er al niet bij wijzen. Zo'n juli, ik heb twee opties. Maar ik heb van Santje 50 al die Friese artiesten bij mij. Want ze zijn haast alle jaar bezig dat die jongen ook bij. Ze beziek je het al, hè. En de kisten CD die de jongen erbij krijgen voor zo'n 50 man. €24, dan hasten de jongen van je leven. Kom op, Friesland, let je hem zien. Ja, mooie reclamespotje, ja. Goed, het is Jim Gunst, want je maakt mooie muziek. Zeer sympathiek en het wordt dus een fantastische plaat. Maar een heel soort Friese artiesten, maar duidelijk wijzen. Eerst nog even in de studio, Jere, Sjoerd en Sa, live in Noordwijn.
niet voorbij vliegen. Nieuwe cd komt er dus om van Sjoerd en Sja. Prachtige, Friestalige muziek. Mooi om ze te volgen, ze trodden hier. Jan Verlin hier al eens een keer in de studio horen. En ja, toch wel heel tof hè, om te zien hoe die jongens zich zou ontwikkelen. Goed, van Sjoerd en Sja geven we een heel hoor evenement. Heel september is het Saphir. We hadden al een heel soort oujet. Want dan kun je hier in Ljouwen naar een prachtige voorstelling. De musical, en dat heet natuurlijk De Tocht. Ze zijn al heel druk om het bouwen, letterlijk. Want er komt een complete zaal hier in Ljouwen te staan. Maar het oefenen is los. En wij vonden het wel leuk om er eens even bij stil te staan. Dus ik ga een aantal mensen van de crew, van de muzikanten en van de mensen die er optreden zullen hier in de studio. Ik ren er even achteraan. Thijs en Kilke, jij bij de mensen die er optreden zullen. Hoe is het? Ja, heel goed. Ja. Ja. Hoe is het met Friesk? Nou, het gaat steeds beter. Ja. Ja. Hij is al een AFOEK-cursus, hoor. Ja, ik ga... Ik ben begonnen bij, hoe heet die lekkere koekjes ook alweer, die met die anijs. Ja, Friske Dunkes. Ik begin eerst met alle lekkernijen en dan komt de taal vanzelf. En hoe zit het met schaatsen? Nou, wordt hard aan gewerkt, maar de blauwe plekken zijn aan het helen. Ja. Maar ik vind het fantastisch. Nee, dat komt goed, komt goed. De tocht, Thijs, hoe vind je hem? Mijn oefeningen en het nijdenken over die hele voorstelling. Nou ja, dat kerst beter de mensen achter het, achter het gedienen. Hoe is mijn hoedviering? Ja, nee, we zijn druk aan het trainen. En zo. We hadden natuurlijk een heel tijd om te reetrieden west. En ja, de ijsbaan binnen nou dicht. Dus we doggen dat nou op het droegje. In Amsterdam hebben we heel het toch wel die skaatsbewegingen en dat soort dingen ontwand. Want we moeten wel een beetje fit wezen, Willem. Ja. Wat voor vaststelling is het voor jij? Hoe is er zelf in, zeg maar? Dit is net zomaar de standaardrol, hè, die is toehaast. Nee, het is een prachtige karakterrol, vind ik. En dan ben ik heel grutsk op. Dwan mij. Er zitten binnen twee verhaallijnen binnen. En de ene is dus een Boukje en een Jelmer. En ja, het is echt een Frieske. Het is echt een mooie, nuchtere Frieske. En een Grutterbeek liedhartje en dat. Zo'n worp ik wel.
Zo samen kennen, Willem. Ja, ja. Nee, maar werkt me ook een beetje. Het is ook techniek. Het is de zaal straks. Het is een hele oor om jou dat je misschien standaard wil wend binnen in een theater. Is dat is voor u natuurlijk ook het ziel met een huid voelen. Nou ja, daarom juist. Ja. En normaal gesproken dan best wend om op te gaan en op te gaan. En ja, nou stier je ook nog eens een keer op redens en de baan die draait. En dus het is voor u echt een ingrutte puzzeltocht, jong. Maar des te grutter het avontuur. Ja, geen wereld voor die. Ja, absoluut. Ja, ik vind het zo fantastisch mooi dit. Ja, 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 prachtig. Kielke, jij bent wel wat gewend inmiddels met grote producties. Ja. Je hebt een paar behoorlijke grote op je naam te staan. Maar dit lijkt me toch wel weer een aparte, zeg maar. Zeer apart, maar daarmee ook extra bijzonder. Kijk, ik heb lang in het buitenland gewerkt. En om dan in de Nederlandse productie die zo gaat over iets wat zo dierbaar is. Vooral ook hier in het noorden. Maar daarmee dat we dat kenbaar kunnen maken aan de rest van Nederland. Is voor mij ook heel bijzonder. Ja. En ik denk ook dat in tijden van... dat we toch veel individualisme, misschien wel wat angst, gewoon wat er allemaal in de wereld gebeurt, een verhaal vertellen waar het heel erg gaat over samen zijn en met elkaar op elkaar vertrouwen. Als je daar een productie over kan maken met een team dat heel gepassioneerd is, ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, want staat in jouw beleving ook de tocht, de Elfstedentocht, zo een beetje in je hoofd geprint dan, van iets wat je samen doet dus? Nou, ja en nee. Ik ben er niet zo mee opgegroeid als veel Friezen. Maar het is zeker wel iets wat ik als kind wel meekreeg. Maar ik leer dat nu. En ik hoop dat net als ik, van de mensen met wie we dit maken en de mensen die dit hebben bedacht tot aan iedereen hier in Friesland, dat ik dat wat ik hier voel en leer over het samen maken en het samen doen, dat we dat ook aan de rest van het land kunnen laten zien. Dus ja en nee. Maar nu zeker wel. En met heel veel plezier. Londen, Brussel, Leeuwarden. Mooi rijtje. Ja, ja, toch? Ik bedoel, all the world. Nee, het gaat de goede kant op. Ja, daarom, toch? Ja, save the best for last, zullen we maar zeggen. Ja, ben je ooit, wat ik zeg, ik noem het niet voor niks, grote producties, ook internationale producties gedaan. Hier kom je in een speciale hal terecht met speciale techniek, draaiende podia, dat soort dingen. Heb je dat alles eerder meegemaakt, dat het qua techniek zo complex was? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, ik heb gewoon volgens mij nog nooit iemand, behalve een Holiday on Ice, een echt verhaal, musical, On Ice is volgens mij totaal uniek. Maar de nieuwe technieken, maar ook gewoon een nieuwe, unieke muziek from scratch in het Nederlands. Met het Fries, wat ook natuurlijk heel erg ingezet wordt. Wat voor iedereen te begrijpen is. Nee, ik heb dit gewoon nog nooit meegemaakt. En daarmee is het zo extra speciaal. En dat meen ik echt. Dan kun je Amerika, Londen, maakt niet uit. Maar dan is dit echt een cadeautje. Liaoert. Liaoert. Goed zo. Thijs, het is een prode oefening dus. Op de I-stingen, teksten, jongen, van alles wat, denk ik. Het is een hele veelzijdige rol die straks. Ja, alles te gelijk eigenlijk. Ja. Hè? Normaal dan is het een prode steelsteen op het toneel en dan doet die ding. En dan ben je constant in beweging. En vandaar ik die trainingen. Want jongens, we moeten echt een beetje fit worden. Absoluut. Ja. Wat hoort er straks eigenlijk trouwens voor die? Want de vaststelling komt zondag in de week. Bist ook zondag in de week om de bak of nee? Nee, ik ga een hele goede regeling ga ik troffen. Nee, het is mensen en tiers, ik ben wel altijd vrij. De hele cast en de crew. En dus dan spelen we even net. Maar voor is wel volle bak? Ik speel je 5-size vaststellingen in de week. In de ene week ga ik de vreeds vrij en de oren ga ik dan de satriërs ga ik vrij. En dus dat is wel noffelijk. Ja. Nee, want om het echt zo'n vaststellingen achter mijn koor te doen. De maar strietig van wijze, denk ik. Dus ik ben ook zo. Zoals de Wolhut is strietig, ja? Ja, maar. Ja, het liefst zei het wel van de best voor jou de seks. Oh, ja. Ja, nee, maar. Ik vind dit prachtig. Ja, ja, absoluut. Kun je je voorstellen. Wat wordt jouw frequentie, zeg maar? Weet je dat al? Want je hebt nog producties waar je nog in meedraait. Ja. Zit jij straks gewoon een half jaar in Friesland? Of kom je ze nu en dan deze kant op? Nee, ik ben er zeker zoveel mogelijk fulltime. Dus hoe dat precies in de verdeling zit, daar zijn we nog mee bezig. We gaan nog repeteren. En ik denk dat het allemaal, die specifieke data allemaal nog vastgesteld moeten worden. Maar dit is voor mij wel echt mijn nieuwe plek. Ja. En ik maak er toch geen vrees. Wordt het nou aan houtjes of wordt het klapschaten? Ja. Ik denk op een slee. Nee. You got a deal. Ja. Houtjes of klapschaten? Klapschaten. Toch wel, hè? Ja. Ja, tier van houtjes zouden we horen. Ja. Nou ja, ik zou er nog wel eens rieten. Ja, zeker. Ik wil eerst om het oefenen. En er is nog altijd een man hier op ijsbaan. En die doet de eerste 40 rondjes, doet er altijd nog op zijn houtjes. Yeah. En dan wikselt er van redens. En dan pakt er zijn horens en dan doet er nog zo'n
aan 60 groentjes of zo. Ik sleem naar Sietse taal, want Sietse is onder andere verantwoordelijk voor de muziek. Ik begin met mij, maar had je ooit op houtjes stien, Sietse? Ik hou op houtjes stien, ja, wist. Had je het eigenlijk opgeleerd of in de zoen al Noorden? Nee, toen winnen er nog geen Noorden. Oh shit, hoe hard ben ik dan? Ja, dit. Nou, die winnen wel in de Frieske Noorden. Viel je gewoon 30, toch? Ja, daarom. Ja. Dus nee, maar op houtjes begon, toen had ik een paar Frieske Noorden gekregen. En ik weet nou, als om machtig koude hand, dan moest die leren fietsers moesten vast worden. Dat we haast net aan. Toen gingen we naar winters. Maar die hadden we nog niet meer. Nee. Dus vandaar de tocht. Ja. Dus, ja. Ja, wat een spektakel werd dit, hè? Ja, jongen. Het begint nog wel serieus te worden. Het begint nog wel serieus te worden. Als je dat gebouw daar bij de zwet en als je dat verrijzen. En nou, dat komt straks easing. Maar dat, ja, indruk. Ja, het wordt nog zo staan, zo tastbaar. Ja, het wordt nog heel tastbaar. En het gaat nog echt heel hut. Dus we moeten nog echt heel hut. Ja, we hebben eens gekocht. Nou ja, ik trok corona en alles natuurlijk. Gebeurde er wat minder. Maar ja, het gaat nog full speed vooruit. Dus. Is alles klaar qua muziek? Alles is clear qua muziek. Wordt er nog skaafd of niet? Tot aan de première wordt er nog skaafd. Ja. Maar in principe ben de noemers ben skreun. En de noemers we skreun toch Ad van Dijk en mij. Tenminste de muziek. En Ad van Dijk doet meer de grote musical stikken en alles. En ik doe meer de poprock versjes en zo. En de teksten we skreun toch Allard Blom. Maar komt het straks het noemer wat we dwang gaan heel dicht bij het gevoel. Met name bij Thijs. Ja. Dan maakt het in het Friesk. Dus ja. Prachtig. Ik ben heel benieuwd. Oh, goed. De voortekening ben zeer gunstig, want de praat, het grondstal om net alleen naar die hal heen, maar ook de voorstelling, de goede publiciteit. Dus, ja, alle zijn. Dat doet ze heel goed. Ja, maar alle zijn stimmel op Grinse staan zo. Gelukkig al. Ja, na heel wat tjenslagen. Maar geert dat nou. Jij trekt weer bij, denk ik. Dat liep het onder afstijden, toch? Ja. Zweer op elkaar. Ja, nou. Ik ben blij dat ze er binnen. Nee, de simmerstop van Noorderwien komen we er absoluut op waarom. Wie weinig trouwens, met de hele band ik nog. Maar we halen vast een fabrioke. De tocht, zorg ik even op internet. Dan zal je informatie moeten vinden. Ik hoor de data in ieder geval van de vaststellings. Want het wordt echt een spektakel. En ik ben blij dat ze er hier binnen. Live in Noorderwien. De tocht. Alsof ons leven al verstond. Ik kan je amper nog bereiken, maar lief, met wat ons overkomt, klamp ik me vast aan elke glimlach. Vind ik mijn redding in een zoen. Is elke dag voor mij een feestdag, van hier en nu, niet straks of toen. Zie Oh.
Zet het in de agenda of zorg erin op internet wat de data binnen. Heel september gaat het dus los. Al in mei de tocht, de musical. Speciale hal, nou, dat hebben we alleen weer wordt je bouwt. En ik hoop dat het heel september wel clear is. Al en begin september, als Noorderwien naar de Simmer stapt, er weer is, dan geef ik nog wiedweidig weer eens een keer muzikaal stilsteen. Maar dat ja, prachtig evenement. Ik denk dat het een fantastisch evenement wordt. Ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Maar goed, hoe evenementen sprutsen. Wat kwatterdijs, want na je week is het Safir. Dan komt er een soort heropstanding van een geweldig mooi jazzfestival in Haas. Waddenzee of Waddenzee Festival. Ik zal even een van de organisatoren vragen. Mag ik het op zijn Fries of zijn Nederlands of zijn Engels uitspreken? Op zijn Engels. Ja. Waddenzee Jazz Festival. Oké, okay, en hoe heet Jules Dutrieu? Dutrieu. Ja, Dutrieu. Ja. Ja, ik dacht al. Die ja, je struikelde net ook al. Twaardaars festival, Freddy Jongens, ja. Zaterdag, jazz in Haas. Jazz begint weer een beetje te leven, had ik het idee. Want ik dok hem best intussen ook al wel los bij wat jazz-initiatieven. Vind ik leuk. Geef aan hoe praten. Eerst even naar Waddenzee Jazz. Wat voor festival is het? Behalve dan dat het jazzmuziek is natuurlijk. Het is een tweedaagse jazzfestival op vrijdag en zaterdag 2 en 3 juni. En wij herleven het Waddenzee Jazz Festival weer na 30 jaar. Ja. Want tot 30 jaar geleden hadden wij een heel levendig jazzleven in Harlingen. Harlingen was toen de tijd echt een jazzstad. En dat zijn we wat verloren. En eind vorig jaar hebben we dat met z'n drieën weer opgepakt. Ja, wie zijn wij drieën? Nou, Max van den Broek, voormalig jazzjournalist. Rob Taken, maar muzikant uit Amsterdam. Jazzmuzikant onder andere in Seoul. En ik als organisator. En alle drie zwieren jazzliefhebbers? Jazeker. Ja, anders begin je daar niet aan. En ik ben er toch altijd even vreemd. Met jazzliefhebbers zit je maar weer wat op in je lijn? Of ben je toch wel uit verschillende jazzhoeken qua smaak? Nou, dat is nou juist zo leuk. Max en ik kennen elkaar uit een ander jazznetwerk, waar wij toen gestopt zijn omdat we dat te eenzijdig vonden. Want wij wilden het gewoon veel breder aanvliegen. En zo is het Waddenzee Jazz Festival weer ontstaan. Ja. Want we wilden het echt heel breed aanvliegen. Want jazz groeit aan een heleboel andere jazzsoorten. En dat maakt het zojuist juist zo interessant. Ja, en ik ben blij dat het wat begint alleen. Want jazz het even een beetje, nou ja, dat is een van die genres. Kijk, ze met blues en neem het er maar op. Soms dan neemt het weer even tijd, populariteit en dan zakken het bij wat voor. Ik had het idee dat we met de jazz even toch een dieptepunt gingen binnen. Ja, maar kom, begint bij wat te borrelen in. Ja, omdat iedereen ook wel een beetje in de gaten krijgt dat het dan een heleboel andere muzieksoorten schuurt. Ja. En dat is ook onze programmering. Want wat wij graag wilden is een heel breed programma. Maar we wilden ook graag gerenommeerde jazzmuzici op het festival. Maar ook grote talenten. En nou, ik kan wel zeggen dat we daar heel erg in geslaagd zijn. Nou, neem even Penam. Waar komen er? Nou, Frederica Russo, er komt bijvoorbeeld. Tigo, die komt. Dat zijn echt opkomende jazztalenten die we via Zenders Records hebben weten te boeken. Zenders Records, dat is een groot platenlabel in de jazz. En daar hebben we een partnership, zijn we daarmee aangegaan. Nou, en die komen onder andere spelen. Ja. Maar wat ook heel interessant is, we hebben een aantal hele gerenommeerde jazzmuzici die ook met hele grote orkesten hebben gespeeld. Onder andere het Metropool, die ook over de hele wereld gereisd hebben. En ontzettend veel platen hebben meegespeeld. En wat we zelf heel bijzonder vinden, we hebben een van de bands is speelt John Engels. Een 88-jarige drummer. Ja, hij is fantastisch. Die man, al hoort net van die muziek, het is al een belevenis om die man ontwerp te zien. Dat is fantastisch, want die heeft meer dan 250 cd's gemaakt. Heeft jaren in New York gespeeld. Heeft met alle grootheden in de jazz gespeeld. Is een paar weken geleden 88 geworden. Is eigenlijk met zijn verjaardagstournee bezig. En op het Waddenzee Jazz Festival is zijn tweede optreden. Na zijn verjaardag. En hierna volgt North Sea Jazz Festival, waar hij speelt. Ja. Dus dat geeft wel een beetje aan wat de kwaliteit wij hebben op het festival. Ja. Dat geldt trouwens wel voor meer bands die wij hebben. Ik kan ze zo niet precies opnoemen. Maar die spelen bij ons. Ja. Maar ook op het North Sea Jazz Festival. Dus dan heb je een heel mooie afterparty, zeggen wij dan. Niks mis met die relatie, Lizzie. Nee. Fantastisch. Heel praktisch, waar is het? Ja, Haas. Maar Haas in Harlingen, in het Entrepotgebouw. Dat is een monumentaal pand. En dat gaan wij ontzettend gezellig en mooi inrichten. En dan moet je je voorstellen als we de deuren wat open doen en de zon die zakt in zee, zoals we dat dan zeggen, dan moet dat een geweldig mooie sfeer opleveren. En dat met een mooi stukje jazz, nou dat moet gewoon slagen. 2 en 3 juni, volgend weekend. En er zijn nog een paar kaarten beschikbaar, dus dat wil ik nog graag even onder de aandacht brengen. Want ik zou zeggen, dit moet je gewoon niet willen missen, want dit wordt echt fantastisch. Dank u wel, succes. Dank je wel.
En net stinnen, maar erin, zitten wij toch? Ja, nou goed. Derde Sprutsen. We gaan naar een band, nou duo. Maar je hebt nog hele intrigerende namen. Geen jazz, maar wel leuke muziek. Vernoemd naar Greta. Een kraai heeft een steen. Hij is hier op de straat. Intrigerende namen, deze beide heren, vernoemd naar Greta. En waar Greta is, dat vertel ik Asus. Of tenminste, dat vreeg ik hun. En dan hoop ik dat zij het vertellen in ieder geval. Maar ik eerst even met mijn boorman hier, want dat is Joop van der Linden. En die kan mij deze groep aan. Heel fris trouwens, want een van de leden die wennet zich in Boetenpost en de oren in Grains. Het zit een beetje in de mijn de Talma-familie. En ik vond het wel intrigerend in ieder geval wat ze maken. Praten we straks over Joop. Want hoe best hoe aan deze beide heren kwam? Nou, ik heb... Hoe ben je kwam? Ja, nee, eigenlijk net Gert Senema, dat ik een heel soort mijn werk heb uit Grijpskerk. Die zou je mee. Ik ken een jongen die zit al 40 jaar op zijn zolderkamer zo'n beetje noemers te maken. En dat is hele gefrikte muziek. Zo. En die wil ook graag een cd opnemen. En zoeten ze wat met wan willen. Dat ik dacht, nou ja, ik zeg nooit nee. Eerst maar eens proberen het. En ik kwam er en dat weer echt geen gefrikte muziek, weer echt hele mooie versjes. En zat ik er maar die drumcomputer erbij, hele originele muziek, vond ik het. Dat we, nou ik denk, zo'n oorlier of zo erom werken. En er is nou een cd uitgekomen en daar ben ik Alex heel erg tevreden over. Ja. Nou, we gaan alleen met die man praten, want we kennen die als muzikant, als producer, als componist. Man van de trombone, van de Amsterdam Klezmer Band. Ja. Zo'n duo als dit, dat prikkelt in... Ja, creativiteit dus nog? Ja, er zit al een heel soort creativiteit in. Dat is het leuke. En ik wil het dan gewoon zo mooi mogelijk op zo'n plaat zetten. Zoals Jester nou te geren, maar op de plaat hebben we vanzelf meer DMI, twaalf stem want het is in principe net echt een live band. Ze spelen wel live, maar in de studio komt het er echt heel mooi uit. Maar layers en dat men kan echt geweldige fjouwe stemmige koortjes maken. Dat doet er echt heel goed. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. Maar uiteindelijk is de creativiteit zit bij hun.
En ik ben dan degene die er een soort een vertaling van maakt naar een cd. Dan zou ik het voor mij. Ja. Ik zal even naar de heren Touw. Goed, is benieuwd naar je eigen creativiteit. In kwart en half op de radio zit ik ervoor maar even bij een urenlang een verhaal over die nieuwe soloplaat. Joop van der Linden, 44 toeren, maar die draait weer. Maar staan we nu te lezen waarom precies. Deze plaat, hij is clear, maar officieel wol of net uit? Nou, hij komt dan... uit op de dag dat wij dat peteren op nou, 8 juni, dames en heren. Maar ik vond het wel leuk om er vast even om te kijken. Wat wil je? Wat nog even zeggen? Dan luister ik in de winkels al hier in Friesland en in Grains in Grote Gast. Hek speciaal, die jongens beloofd, dan moet ik even zeggen. De luiter, dat als je hem dan in de buurt van Grote Gast binnen kunt en naar de winkel ta en keep je hem derde. Ja. Want dat is support your local shop. Ik wil, het is hartstikke mooi dat er nog... winkels binnen, dat is muziek verkeep je. Maar, wat is dit voor plaat? Want ik neem het een soloplaat, omschrijf hem eens. Een soloplaat? Ja. Maar welke hoek, maar wat zie je? Want toen is trombone spelen, toen is bij de Amsterdam Klezmer bent, het kan alle kanten op. Er zit een heel soort elektronica op, een heel soort gitaar en een heel iets beetje trombone. Ja. Want best, ik ben al zo lang trombonist, nou ja, ik wil wel eens wat oorstwaan. Ik kan het niet voorstellen. Basgitaar, ik vind basgitaar heel erg leuk. Hoe naar je releases prutsen en wat oors. Maar Elmer Kuper, een van nou ja, de beste dichters die we hebben in deze provincie. Van Friesland. En geweldig is jongerek. Ja, ik nog eens een keer. En spoken word artist vanzelf. Dat is Sint-Wittig Hut, maar hot. Maar hij is, ik vind hem echt als dichter heel goed. Maar ik, hoe het performt, hoe het dat brengt, vind ik fantastisch. Hij plaat mij hem opnaam. Ik heb plaat mij opnaam, ja. Twa. Maar de plaat werd er nou weer, hè? Dat is de plaat met de Tigers van Grunterp. En die cd-presentatie daarvan is morgen te doen in Jorwert. Wij zijn erbij, het wordt hartstikke mooi. Het is een geweldige plaat. Jacob Haagsel vindt hem ik mooi, dat komt wel goed. En ja, dat wil ik nog even zeggen. Goed, dan ging ik naar de beide heren. Ik tref die vanwege deze plaat, de soloplaat dus van Joop van der Linden en natuurlijk Tigers van Grunterp. Het is Google te streamen. Dankjewel, leuk. Ik zal even naar de heren ta. Groeten. Even nee, ja, groeten uit Groningen zoek hartstikke wel. Ik kom even tussen je misten in. Ja. Vernoep naar Greta. Heren, stel jezelf eerst even voor. Waar bist u? Ik ben Peter van der Welen. Oké, en doe best? Dertig Rubbeling. En waar van je hem had 40 jaar op een zolderkamer zitten? Waar? Wie van jullie heeft 40 jaar op een zolderkamer zitten te oefenen hier? Allebei. Ja, beide. En zaten jullie bij elkaar of was dat apart van elkaar? Ja, ja, wij maken al sinds de middelbare school liedjes. Ja. En dat is nooit naar buiten gekomen tot nu, de nieuwe plaat. Ik begrijp dat jullie dit is de eerste optreden? De eerste keer in een televisie- en radio-studio, ja. Ja. Okay. Nou, jullie hebben al een nummer gedaan, straks nog een nummer. Wie is Greta? Oh, dat komt uit een boek van K. Schippers. Ken je die? Dat is een schrijver, een absurdistische schrijver. En die heeft een boek geschreven waarin een slak beschreven wordt... die waarschijnlijk vernoemd zal worden naar Greta. En daar staat dus het woordje vernoemd naar Greta in. Zeg ik het toch goed? Ja, we hebben heel veel moeite gehad een naam te vinden. Vernoemd naar Greta is natuurlijk... En ik vind, hij blijft hangen. En het prikkelt. En het past eigenlijk wel een beetje bij jullie muziek. Het is niet standaard popmuziek. Het is niet standaard ambient of heavy metal of wat dan ook. Ja. Het is lekker eigenzinnig. Allemaal Nederlandstalig? Ja, allemaal Nederlands. Ja, bewuste keuze? Ja, ook. Ja. Al 40 jaar? Ja, in het begin hebben we misschien 2 liedjes in het Engels en toen dachten we Nederland. En toen we begonnen was de nederpop natuurlijk ook heel, heel belangrijk. Dus daar, ja, mede daardoor zijn we Nederlands gaan schrijven. Hoe voelt dat om nu naar buiten te treden? Heel erg leuk. Ja? Ja, ja. Je staat hier nu in een zweterige tv-studio, maar jullie zijn ook op Spotify al... Ja, nou, we hebben gewoon heel veel bijgeleerd. We zijn dit project begonnen, zo'n ruim 2 jaar geleden, denk ik, met Joop. En ja, van Joop hebben we ook heel, heel veel geleerd. En ja, volgens mij word ik, als ik voor mezelf spreek, nu word ik pas echt een beetje muzikant. En wereldberoemd naar dit programma. Echt, dit wordt Ziggo Dome, Heineken Music Hall, voorprogramma's Bruce Springsteen. Dit is de plaat, hè? Ja, precies. Zal ik die aan jou geven? Dat mag. Ja, dat mag. Plaat, ja, ik zit erin bij horen. Ja. Geen plaats voor rock and roll. Waarom niet eigenlijk? Ja, dat is een van onze liedjes. Maar is er geen plaats voor rock'n'roll? Er is zeker plaats voor rock'n'roll. Alleen was ik niet op een plaats voor rock'n'roll, zeg maar. Dat is al voor jou voorbij gegaan. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, en jij, rock'n'roll? Iedereen kan voor zichzelf uitmaken waar een goede plaats voor rock'n'roll is, denk ik. Een mooi document, samen met Joop, opgenomen in ieder geval. Komt er al meer? Hebben jullie al meer plannen? Ja, we zijn de tweede cd is al bijna klaar. En we zijn ook bezig met nieuwe muziek. En we hebben trouwens weer hier ook dezelfde vormgeving gedaan. Hè? Het boekje ook is ook erg leuk, leuke tekeningen. Ja. Dus. Meer informatie op internet? Vernoep naar Greta.nl. Wat wil je nog meer? En er is een live in Noord-Wien, want ze spelen hier nog een noemer. Vernoem naar Greta, onthoor die namen. MUZIEK
stenen flat. Groene bomen, grijze straten, grote dromen. Geweldig, hoe kom je erop? Vernoemd naar Greta. Goed, een plaat en zijn verhaal had soms. Nou, dit is de band en zijn verhaal. Dankzij Joop van der Linden en hier in de studio dus te lonen kwam. Hij ziet ooit in het Drejees, maar het zijn eigen band opgericht. Hij heet nog Blanco, dat had alles te krijgen met zijn achternaam. De Witte, wist dat ook voor het nadelijk, Steven. Hij heet gewoon van naam Jan. Dat is net heel verrassend. Leuk dat je er bent, welkom. Ja, nou, wat een introductie, dankjewel. Ja. Ik heb er ongeveer 30% van verstaan, maar het was positief, toch? Dat is ook heel goed bedoeld. Nou, mooi zo. Stel even de band voor. Ja, dit is op basgitaar Thomas Rikkers. Hey! Op drums vandaag op last minute gebeld, omdat onze eigen drummer niet kon. En die ja, zonder moeite speelt hij alles mee, Benny Bakker. Held. Ja, held. Van held van de dag, absoluut. Ja. En op keys Peter Steur, Little Petey ook wel genoemd. Muzikale vrienden? Dit zijn absoluut mijn muzikale vrienden. Maar ook zonder muziek ook gewoon vrienden. Ja, leuk man. Goed. Hoe is het met jou? Nou, het gaat goed. Gaat goed. Dit is leuk om hier te zijn. Vorige keer was het nogal een gedoe. Drie mensen ziek in de band. En zou ik in mijn eentje komen? Ja, daar hing wat omheen. Ik weet niet of dit ooit nog gaat lukken, maar jullie zijn er. Toen stond ik 1 meter voor de afsluitdijk en toen ging die dicht.
Toen kon ik en nooit meer open. Nee, onverrichte zaken in huis. Dus ik ben blij dat we er alsnog zijn. Ja. En dus dat is alvast positief. En mijn tweede album is bijna af. Komt een nieuwe single aan op 9 juni. En ja, good times. Ja. Af is af. Met andere woorden, de studio al helemaal klaar? Of moet je nog dingen opnemen? Nee, ik ben nu in de eindmixfase. Maar ik doe alles zelf, dus het is een berg met werk. Dus ik ben nu ongeveer 12 uur per dag aan het afmixen. Want ik wil hem voor 1 juni af hebben. Want dan ga ik een weekje op vakantie. Je hebt van die eikpunten, hè? Ja, dat is een goede reden, toch? Ja, ja nee. En we hebben een tour gedaan door het land met een project van muziek van de Talking Heads. Die loopt op zijn eindje. En ja, aan het eind van dit jaar een eigen clubtoertje, een nieuw album. Maar vooral een nieuwe single zometeen. Dus ja. allemaal leuke dingen. Rock and roll. Dat bedoel ik, rock and fucking roll. Hoe heb je de plaat gemaakt? Heb je met deze jongens geschreven? Of kom je zelf met een soort basisidee eerst? Nou, eigenlijk maak ik de muziek. Dus ik schrijf de muziek en produceer het in mijn eigen studio. En dan, als Volendam, hè? In Volendam heb ik een studio, ja. En als dat dan een beetje een fatsoenlijke demo wordt, dan bel ik de Big Guns, noemde ik net al. Thomas en Peter en Tommy dan, de drummer. En die komen het dan inspelen. En dan uiteindelijk hebben we gewoon onze eigen echte bandsound. En ik ben er ontzettend enthousiast over. Voor het vorig jaar, mijn eerste album was nog een beetje knutselwerk. Want toen was het een beetje een gekke periode zonder band. En nu hebben we een bandsound. En dat is mooi. En dat hoor je op het album en op de single. Nou ja, en dat wilde je ook graag. Maar ja, het is vaak hard werken. En het duurt ook een tijdje vaak. Hè? Je stijl, je sound zoeken. Absoluut. En we hebben vorig jaar heel veel gespeeld. Dus corona kwam precies toen ik soort van met Blanco begon. Dus vorig jaar hebben we een goede inhaalslag gedaan. En dan krijg je inderdaad een sound. En dan weet je waar je naartoe wil en wat de kracht is. Of wat juist niet de kracht is. Twee dingen nog. Single, de titel ervan. Over een paar weken komt die uit. 9 juni om precies te zijn. Ja, Give What You Got To Give. En dat is een speciale, want dat is een duet met onze grote vriendin Michelle. De zangeres van Lorem Ipsum. De gekke band uit Volendam. Postpunk, ja. Indie, new wave, geef het een naam. Zijn we altijd voor de porren. Ja, toch? Dus heel ontzettend leuk. Het is een mooi klassiek duet, is het wel. Okay. En hoe heet het album? More Music by Blanco. Ah. Heel origineel. Ja. Ik vond een serie aankomen. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Ik vind het tof dat jullie er zijn, jongens. Goed, we hasselen even uit in de show. En Nowhere, live in Noorderwien, Blanco. In everybody's life comes a time where things don't look so heavenly. It all comes down to this. Do you consider what you see as fiction or reality? Thank you.
Nieuwe album komt dus haast uit. Blanco, oftewel Jan de Witte uit Volendam. Te gek met zijn band. Te gek dat ze hier eens even winnen. Het zit er weer op. Dit is de aflevering van Noorderwien. Bedankt voor het zien. Bedankt voor het harkenek. Nee, wieken, ben we er gewoon weg. Het redt alweer staarzoon op naar de zomer. Maar we gaan er wel een paar mooie afleveringen te geven. En we gaan eruit met die intrigerende ja, band. Het is een duo. Eigenlijk mag trio zijn, maar dat lees ik nog wel eens uit. Prachtige prooi nu over, hij geeft aan het land, ontsnapt aan de rover een hand. Machtige, prachtige prooi nu over, hij geeft aan het land, ontsnapt aan de rover een hand. Daar is de hand.